Broskies, welkom terug bij de FIFA 21 Genk Remote. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 9. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb upload. Matthijs Beuten, is de dubbelwinner nog realistisch? We gaan even kijken. Want ik denk eerlijk gezegd sowieso, kijk. Deze aflevering gaan we het zien sowieso van de Kroken Cup, want we gaan meteen het schema erbij pakken. De halve finale tegen Sint-Truiden. De eerste wedstrijd hadden we gewonnen met 2-0. Dus de kans is groot dat we de finale bereiken. Tegen wie weten we nog niet, maar het is sowieso realistisch. Want als je gaat kijken naar het, de stand in de Pro League. We hebben 4 punten voorsprong op Gent. Dat betekent dus dat we gewoon echt overduidelijk de beste ploeg zijn. We hebben 6 keer verloren. We hebben gewoon echt 6 keer verloren. Gewoon meer dan Gent, Brugge, Anderlecht. Dat is een probleempje. Dat zag ik niet, man. DN underscore YouTube. Je hebt weinig originele spelers meer. En dat is wel jammer. Oh, wacht even. We gaan even kijken, ja. Bogonda, dat is 1. Ito. Hene. We zitten nu op 3, hè. Oké. Arteaga, Lukumi en Van der Voort. Dat zijn er 6. Dat is meer dan de helft. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Bro. Bro. Je had me bijna. Nee, man. En trouwens, Unal ga ik ook meetellen. Want Unal heeft daar eerder gespeeld bij Genk. Nee, dat zijn nogal 7. Broskies, het schema voor deze aflevering. Deze man. Oké, dit is het schema. We hebben nog 2 maanden, want... Even kijken, ja. 2 wedstrijden in de maand april. We gaan beide maanden in deze aflevering stoppen. We hebben sowieso dus de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Ik ga ervan uit dat we de finale bereiken. Dat zijn dus 2 wedstrijden. Dus we pakken 1 wedstrijd van de reguliere competitie. En ik denk dat het... wie gaat het worden? Wie doet het beste? Ik zit te denken zelf aan Mechelen. Mechelen doet het volgens mij het beste. Sowieso gaan we Kas Eupen en Leuven simuleren. Want dat zijn thuiswedstrijden. Die winnen wij makkelijker als we simuleren. Dus ik denk dat dat het schema is. Oké, de eerste wedstrijd is dus de wedstrijd tegen Sint-Truiden. De return in de halve finale. We staan voor met 2-0. Maar misschien kan ik... Wacht even. Want hoeveel dagen daarna hebben wij de wedstrijd tegen Charleroi? Ik ga een paar wijzigingen doorvoeren. Want het is mogelijk. Ik denk wel 2-0 is voldoende. Ik onderschat ze niet... Maar ik denk het wel. Ik ga spelers erin zetten die het echt nodig hebben. Dus Cuesta, Hazard, Dessers, Rosowski. Want je ziet, ze hebben dus dat icoontje. Voor wie? Lukumi, Botman krijgt rust. Wie nog meer? Urone, maar die zit niet op de bank. Maar misschien kunnen we... Ja, we gaan het wel gewoon doen. Urone. We hebben niemand voor Frimpong, dus dat wordt lastig. En misschien Vukovic. Maar Van der Voort, nee, gaan we niet doen. Ik denk... Even kijken. Bellingham wil ik gewoon echt rust geven. Dus we nemen... Wie is... Hij is vrij... Torshut. Min 4, hij heeft het harder nodig. Ik denk misschien Unal. We hebben geen andere spits. Jawel, we hebben Mbenza. Oké, we gaan het zo laten. Ik hoop, ik denk het wel. Het moet voldoende zijn. De volgende wedstrijd is de return in de halve finale in de Kroken Cup tegen Sint-Truiden. We staan voor met 2-0. Dit is de return. Ik heb een paar wijzigingen. Jullie hebben het net gezien. Weet je wat zo lastig is? Ik heb gewoon een kriebel in mijn neus. Ik wil gewoon echt... Ja, man. Maar in ieder geval, we staan voor met 2-0. Ik ga ervan uit dat het voldoende is. En zelfs die wisselspelers die wij hebben erin gezet, zijn gewoon goed. Dit is hoe het eruit ziet. Antwerp tegen Gent. Mooie halve finale. Houd hem in de gaten. Suzuki. 4 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Oké, Suzuki kan een probleem worden. Heeft hij een echt gezicht?
Dat is een echt gezicht. Bro! FIFA, jullie mogen het zo houden. Het maakt mij echt niet meer uit, man. Bekijk het maar. Maar goed, laten we ons even focussen op de wedstrijd. Dit zijn de 11. Als je gaat kijken, ik ga ervan uit dat Hazard een goede wedstrijd zal hebben. Dessers, ik hoop het ook. Rosowski, lang geleden. Ik ga ervan uit dat hij wel gaat domineren op het middenveld. En Cuesta heb ik heel lang niet gezien. Cuesta, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Dit zijn de 11 voor Sint-Truiden. Suzuki doet het goed. De Ridder, waarschijnlijk Nederlands. Ah, hoeft niet eens. Asamoah. En ze spelen met 5 verdedigers. Was geen succes in de eerste wedstrijd. Dus ik ga ervan uit dat het sowieso geen succes gaat worden in deze wedstrijd. Maar ja, ik onderschat ze niet. Misschien wel. Mijn middenveld mag wel wat actiever zijn. Dessers. Dessers! 1-0 voor. Wat een mooi... Ga maar naar de camera, bro. Laat maar. Wat een mooi doelpunt. Dessers scoort. Eerste balcontact, eerste schot. En zo beginnen wij. Prachtig. Kijk maar. Aannemen, draaien. Er is eigenlijk eerlijk gezegd, de verdediging van Sint-Truiden ziet er gewoon niet goed uit. Te veel ruimte. Er was, ja. Ze hadden geen interesse om te verdedigen. We staan voor met 1-0. Dit is Ito. Maar we wachten eigenlijk op. Ja. We spelen lekker. Houdt hem bij zich. Verliest daarna de bal. Heen bijna onderschept, maar niet goed gedaan van Dessers. Oeh, Lukumi. Wauw, de Ridder. Colombato heet hij. Oké. Colombato. Sankon. Dit is Raskin. Oh, hij wisselt. Bro. Op de bal, maar ze hebben de bal. Frimpong, aannemen. En daar is het doelpunt. Gelijkmaker. Einde van de eerste helft, zoals altijd. Lastig, want ze speelden goed. Positiespel van Sint-Truiden was goed. Ik heb eigenlijk niks te zeggen op dit doelpunt, want dit is gewoon echt een mooi doelpunt. Frimpong, ja, meteen gepaast, meteen pasen. Dat is gewoon echt dodelijk. Als ze gewoon blijven pasen, kom je er gewoon niet aan te pas. Dit is de gelijkmaker. We staan nog wel voor, maar we moeten gaan oppassen. Ja, Van der Voort kan daar net niet bij. Rostowski. We hebben nog wat tijd. Frimpong speelt slecht. Oké, okay, we hebben... Wow. Wow. Oké, okay, we hebben het lastig. Daar gaat Dessers. Hij werd geblokt. Oh, volgende kans. 1-1. Hebben we misschien de... Nee. Wauw. Oké, we hebben de bal. We hebben de bal. Nog één kans. Niet fluiten. Niet fluiten. Want ik ga meteen naar voren. Dessers. Wat doe je nou? Daar is het. Daar is het. Oh man, wat was dat? Had zeker een doelpunt moeten zijn. Dat was gewoon slecht van ons gedaan. Wat ging er... Wat? Hoeveel schoten waren dat wel niet? We hebben 4 keer geschoten in totaal. 47% balbezit. 1-1. Oké, niet... Frimpong is snel. Ah, we hebben de corner. Oké. Dessers is vrij lang. Niet te dicht bij de keeper. Dessers! Hij kwam er niet bij. Ja, tenminste, hij komt er wel bij, maar geen richting. We zijn beter. Ondanks dat Sint-Truiden meer balbezit heeft, we zijn beter.
Hazard, oeh. Het lukt niet. We proberen het echt, maar er zit niet meer in dan dit, Lukumi. Een guy. Dessers. Fake shot werkte niet. Gewoon goed verdedigd. Gewoon niet gehapt. Ito zou hem kunnen doorgeven. En net niet aangekomen. En dan hebben we Cuesta. Cuesta, my guy. Ja, oké. Okay. We moeten... Wow, 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 wow. Nee, ons, dat is hun bal. Kijk maar. Buitenspel. We hebben heel veel pech. We gaan wel wisselen nu. Want Dessers heeft te veel kansen laten liggen. Wie hadden we meegenomen voor in Benta? Oye wil ik zien. Kan nu wel. Ik denk dat we wel doorgaan nu. En de laatste wissel is... De jongeling Franks. Voor de aanvoerder Heine. Drie dubbele wissel aan de kant van Genk. En Benza, Franks en Oye komen erin. Suzuki geeft hem op Colombato. Oeh. Urone vind ik goed speler. Dit kan een kansje worden. We worden verdedigd. We worden goed verdedigd. Maar we zijn niet... Kijk die fake shot. Twee keer een fake shot. En Benza! Ja, zo slecht geschoten. En Benza! Ik had meer van jou verwacht. Kijk. Dat is heel slecht geschoten. Die bal ging gewoon. Asamoah. Wat is de bedoeling? Kan Franks laten zien waarom hij... Kan hij het laten zien? Ah. Hier hebben we... Meteen slijden. Ze hebben nog steeds de bal. Ik wist het. Ik wist dat het... het was gewoon... Ik was kansloos. Hier. Toen hij wegdraaide hier. Nee, die slijding. Na die slijding wist ik het al. Ah, en dan is het toch 2-1. We gaan toch de wedstrijd verliezen. Maar we gaan wel door naar de volgende ronde. Nou, we verliezen de wedstrijd. Daar ben ik niet zo blij mee. Dus... Oh, einde van de... Oké. Okay. Ah, een beetje een nare nasmaak. Gewoon aan het einde van de wedstrijd scoren ze gewoon. Dus we hebben wel technisch gezien de wedstrijd verloren. Maar we gaan wel door naar de finale. Het is wat het is. Maar jammer. We hadden 48% balbezit. 6 keer geschoten. Hun hebben maar 3 keer geschoten. Maar kijk. Kijk eens aan. Van de 3 gewoon 2 doelpunten. En dan vraag ik me af. Ja, komt het door de wissels? Want we hebben natuurlijk niet met onze sterkste elftal gespeeld. We gaan het opnemen tegen Gent. Genk tegen Gent in de finale van de Croky Cup. Oké, okay. Maar we hebben natuurlijk eerst de wedstrijd tegen Mechelen. De volgende wedstrijd is tegen Charleroi. Maar we moeten even kijken. Kunnen wij met het eerste elftal? Jazeker. Snel simuleren tegen Charleroi. Spelen wij met het eerste? Ja toch? Oeh, net aangewonnen. 3-2 van Charleroi. Boronda, Unau en Frimpong. Volgende wedstrijd is tegen Kas Eupen. Even snel kijken, want zitten er genoeg dagen tussen? 5 dagen. Inclusief natuurlijk de wedstrijddag, maar... Ik denk wel dat het voldoende is. Maar weet je wat? Wat is de stand? Gent blijft in de buurt. We gaan het opnemen tegen Gent in de finale van de Croky Cup. Ik ga met de tweede elftal. Waarom? Kas Eupen staat op plek nummer 17. Nee, tweede elftal moet voldoende zijn. Dit is het tweede elftal. Nee, moet kunnen. Moet lukken. Snel simuleren. We spelen thuis. Het moet voldoende zijn. We winnen met 1-0. Dessers... Met de winnende. Oeh, net aan, maar we hebben gewonnen. Zo krijgen de wisselspelers toch wat minuten. Dus dat is waarvoor ik het doe. Oké, okay, de volgende wedstrijd is tegen KV Mechelen. Ze doen het niet heel slecht op plek 6 met 43 punten. Het gat naar de nummer... Even kijken, 4 andere leg is al te veel. Dus ja, ze doen niet meer mee. Hoe serieus neemt Mechelen deze wedstrijd? Wij gaan gewoon volle bak, sowieso. Want het kan wel, toch? Even kijken. Ja, we hebben heel veel dagen erna. En trouwens, het gat naar Gent... Is 6 punten nu. Ik ga weer spelers de kans geven. Dit is het moment. De volgende wedstrijd is tegen de oud-werkgever van Franks. Maar Franks begint vanaf de bank. We gaan het opnemen tegen KV Mechelen. Dit is de stand. We hebben gewoon een voorsprong van 6 punten. Oeh.
In de Eredivisie waren we dus nu gewoon kampioen. Bijna. Maar nu hebben we natuurlijk eerst de play-offs. Dus we gaan het zien. Best verdedigende teams. Wij staan op 1. Samen met Club Brugge. Gent doet het ook goed. Anderlecht ook. We zitten redelijk dicht bij elkaar. Oké. Okay, de 11 voor KV Mechelen. De Camargo. Engval. De Voer. Oké. Okay, voet. 4-2-3-1 formatie. En dit zijn de 11 voor Genk. Van der Voort, Frimpong, Botman, Plating speelt. Arteaga, Thomas speelt. Torsvet, Tresor, Ito, Unal en natuurlijk Bongonda. We hebben dus Torsvet, Thomas en Platings. Zo kan ik toch een klein beetje roleren. Want we hadden niet echt heel veel kansen. Maar ja, we staan nu voor met 6 punten in de Pro League. Dus ja, nu kan het. Unal. Even kijken. Tresor! Oeh, scheelt niet veel. Jammer. Dit keer geen geplaatst schot. Gewoon recht op zijn doel af, maar helaas. Wow, Frimpong komt voor zijn man. Zo zie ik het graag. Oké, wacht even. Dit moet een doelpunt worden van Bongonda. 1-0 voor. Lekker begin. Bongonda en Ito hebben niet heel veel gescoord. Wel jammer, man. Ja, ze spelen wel goed, maar ik had wel ietsjes meer doelpunten verwacht van beide vleugelaanvallers. Doelpunten zoals deze, maar ja, die zijn we niet vaak tegengekomen. Want ze hebben natuurlijk wel de kwaliteit om af te maken. Nogmaals de doelpunt. Hier. Puur schot. Kruising. Niks te klagen. Unal neemt over. Dat hoort een mooie paas te zijn. Oeh, Ito. Had je beter moeten doen. Jammer. Botman, neem. Wat? Ik dacht dat de Platings. Oeh, hij speelt goed hoor. Ook de vorige keer. Ik ben heel tevreden over Platings. Unal is, als het goed is, weg. Oeh, jammer. Zoveel actie in zo weinig tijd. Oké, deze was wel overduidelijk. Buitenspel. Geen buitenspel. Platings is te langzaam. Oh, hij had die voorzet moeten geven. Hey. Platings moet het voor ons doen. Platings doet het voor ons. Doet het goed hoor. Hij verliest daar wel het duel. Nou nee, we hebben de bal. Bongonda. Is er niet langs. Arteaga is mee. Dit moet hem zijn. Torsvet. Ito. Oh. Ho. Hoezo missen we dat? Ito. Bro. Ja, precies. Ik weet niet hoe het komt, maar er staat nog steeds pas 1-0. We hebben echt al minimaal 4 kansen gehad. 3, minimaal 3. Maar je weet wat ik bedoel, maar... Thomas staat ertussen. Ze spelen goed, die middenvelders. Torsvet en Thoma. Torsvet. Maar dat was niet zijn schuld. Want ik schermde de bal af, maar... Het mocht niet zo zijn. Wow. Arteaga, hallo. Aan het einde van de eerste helft hebben we gewoon het tegendoelpunt. Nee, de gelijkmaker. Maar tegendoelpunt. Bro, ik had gelijk. Nogmaals, waar gaat het fout? Ja, Arteaga stond niet op zijn plek. Daar ging het fout. Arteaga, dit is gewoon jouw fout. Sorry dat ik het zeg. Het is de fout van Arteaga. Van der Voort? Nee, dit is nee. Gewoon een goed schot. Nou, scheidsrechter. Vlijt maar af. Scheids. Mag ik nog? Oké, ik mag spelen. Let's go. Bro. Oké, tweede helft is begonnen. Ik wil even snel kijken. Want we zijn overduidelijk beter. Wat hebben we gedaan? Oké, 4 keer geschoten. 3 op doel. 46%. Oké, we hadden wel meer aan balbezit. Maar ze doen het niet slecht. Unal loopt verkeerd. Maar hij heeft nog wel de bal. Unal verliest de bal. Het is tijd voor wat anders. We missen net het kleine stukje. We gaan even kijken. Wie hebben wij? Wie kan wat voor... Raskin komt er sowieso in. Limbombe.
Ga ik gewoon minuten geven. Voor Bongonda. En Dessers. Of weet je wat, Hazard? We geven jou de kans op de rechterkant. Laat het zo doen. Het middenveld doet het goed, dus... Wacht even. Playthings, kijk. Oh, hij... Ja, zo dat. Wow! Botman, stopt! Oké, we gaan het even zien. Die bal blijft sowieso binnen. Dit wordt er eentje. Ik heb dat gevoel. Ik heb dat gevoel. En ze hebben nog steeds de bal. Oké, geconcentreerd blijven. Niet happen. Nee, we gaan niet happen. Ze hadden kunnen passen. Het had het doelpunt kunnen... Ik weet niet wat. We hebben gewoon geluk. Ja, ik ga niet klagen. Maar... Wat is dat? Wat is dat? We verliezen alle duelletjes. 1-1. 10 minuten gaan. We hebben de wissels niet eens. Oké, wissels. 3. Oké, Van Damme komt erin voor Schoofs. En hier zijn onze wissels. Dat is trouwens Limbombe. Gaat voor het eerst spelen. Arteaga. Oké. Verdediging staat lekker. Unal staat niet lekker. Unal. Dat was je moment. We gaan gelijk spelen. Dat was het. En we verliezen altijd de duellen in de lucht. Kijk. Anders zouden we nu nog een kans hebben. Hazard. Torsved. Naar wie? Net niet. 1 kans. Scheids. We gaan gelijk spelen. Jammer, man. Er zat zoveel meer in. Ah. En dit was de laatste wedstrijd die ik ga spelen in de Pro League. Tenminste, we hebben natuurlijk nog de play-offs, maar niet de reguliere competitie natuurlijk. Dat is klaar. We gaan de rest simuleren. We hebben alles eruit gehaald wat erin zat, deze wedstrijd. Het is hem niet geworden. De statistieken zeggen het al, hè. 55% balbezit. Beide 5 keer geschoten. Maar Mechelen 4 keer op doel. We waren voorin gewoon niet scherp genoeg. Oké, de volgende wedstrijd is tegen Leuven. Deze gaan we simuleren, maar we moeten even kijken. Eerste elftal. Geen probleem. Het verschil met Gent is 4 punten. We spelen thuis. Let's go. Even kijken. We winnen. Even, wie heeft de... Bongonda met de winnende. Netjes. Oké, volgens mij is dit de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. De wedstrijd tegen Sint-Truiden, onze rivaal. Deze gaan we simuleren, want we hebben natuurlijk de finale. De finale in de Kroken Cup. Tegen Gent. We gaan sowieso al winnen. Tenminste, niet, weet toch. Maar 4 punten verschil met Gent. We eindigen op plek 1. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Dus deze wedstrijd... Oké, we gaan het zien, maar... Gelijk gespeeld. Maar... Wij zijn de nummer 1 van de reguliere competitie. Dus dat is een kleine overwinning al voor ons. Ja, wacht even. Dit is het, hè. De Kroken Cup finale tegen Gent. Het is... Tijd. We gaan het opnemen tegen de nummer 2. Het gat is 4 punten volgens mij. Met, de playoffs is al begonnen. Tenminste, dat is het tabelletje, maar wacht even. Bro. Oké, dit is uiteindelijk de stand geworden. We hebben dus gewonnen, soort van. 2 punten verschil, maar even kijken. De playoffs gaan we waarschijnlijk spelen tegen Gent, Anderlecht en Club Brugge, hè? Ja. Dit kan... Brugge hebben we 2 keer van verloren, volgens mij. Ja. Gent... We hebben nu de bekerfinale. Kroken Cup tegen Gent. Maar dit kan nog wel eens een dingetje worden. Wauw, oké, wacht even. De playoffs zijn gewoon al begonnen. Want kijk, Anderlecht is de... Oké, weet je wat we dan gaan doen? Dan moeten wij eerst de wedstrijd tegen Anderlecht spelen. En dan de volgende... Ik wil gewoon nu weten... Nee. Ik ga een klein risicootje nemen, want... even kijken, Anderlecht. Dit is heel lastig. Ik wil de bekerfinale spelen in deze aflevering. De eerste wedstrijd is tegen Anderlecht. We spelen thuis. Ik ga het risico nemen. Ik ga simuleren. Alleen het probleem ook nog eens is... 3 dagen erna hebben we de wedstrijd tegen Gent. Kroken Cup wil ik sowieso winnen. Is dit elftal er klaar voor? Nee. Franks, Platings.
Maar we hebben niet echt een Wacht even, wat ik wel kan doen. Ik ga wat veranderen. We gaan de eerste wedstrijd van de playoffs gewoon simuleren. Want ik wil echt de bekerfinale spelen. Dus het kan een risico zijn, ik weet wat je denkt, maar we spelen thuis. Kom op, tweede elftal. Oh, dit kan. Wacht even. Maar Anderlecht doet het niet heel goed. We spelen gelijk. Luister, dit is niet heel erg. We hebben tenminste één punt. We hadden kunnen verliezen. We hadden kunnen verliezen. Oké, we staan nu op plek 2. Gent heeft ons ingehaald. Het is nog niet voorbij, want we hebben sowieso nog de wedstrijd tegen Gent. Die moeten we winnen en dan hebben we natuurlijk weer de nummer 1 positie. Maar waarom doet Gent het zo goed? Ze hebben Kleindienst, de topscorer van de Pro League. Daarom dus. Even kijken wie nog meer. Ze hebben De Potter. Met 11. De man van de assist is Hene. Maar hun hebben De Potter met 7. En ze hebben, wij hebben begonnen. Hun hebben Ojija Ofu en Botaka. Ik zie wel waarom zij het zo goed doen. En in de Kroku Cup hebben ze De Potter met 3. En de man van de assist voor hun Kleindienst. En Kleindienst en De Potter zijn een probleem. Het is tijd. Dit is de finale van de Kroku Cup tegen Gent. Dit is de wedstrijd waar het om gaat. De finale van de Kroku Cup. Oh, onze eerste prijs. We zijn zo dichtbij, maar ik heb geen idee. Gent doet het goed. De Potre. Kleindienst. Ik hoop dat ze allebei geblesseerd zijn. Dat zou fijn zijn. Ze hebben gewonnen met 4-3 van Antwerpen. Valt mee. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat moet ik zeggen? Dit is de finale van de Kroku Cup. Een lastige tegenstander. Gewoon de nummer 2 van de competitie. En dit zijn de 11. We gaan beginnen. Van de Voort, Frimpong, Bodma, Lukumi, Arteaga, Heine, Bellingham, Raskin, Ito, Una en Bogonda. Dat is de bank. Dit is trouwens niet mijn formatie. Ik speel met 3 verdedigers, maar 3 middenvelders bedoel ik, sorry. Maar FIFA laat het gewoon, ik weet niet. Dit is gewoon een glitch. De 11 voor Gent. DJ overspeelt. Botaka, wacht even, De Potter, Kleindienst. Kleindienst op de bank. Dit is misschien wel voor... Ze hebben Barco. Dit is Gent. Oké, dit gaat lastig worden. Want Gent heeft ons volgens mij 2 keer verslagen. Oh, hadden we... Die tweede wedstrijd hadden we volgens mij gewonnen. Ik weet het niet meer. Maar dit is sowieso lastig. Of gelijk gespeeld. Bro. Gent is goed. Die voorzet, niet goed. Luchtduellen. We winnen. Wow. Oké, sorry, ik ben zenuwachtig. Bogonda, meteen naar Raskin. Dit is een doelpunt! We staan voor met 1-0. Unal. Unal scoort. Dit is het juiste moment om te vlammen, Unal. Dit is het juiste moment om te vlammen. We staan voor met 1-0 in de finale van de Kroku Cup. Wat een aanval. Raskin met de... Kijk hoe hij wegloopt. Unal, dat is wat je wil zien. Maakt het zoveel makkelijker. Die loopactie van Unal, dat was het hem. We staan voor met 1-0. Dit is eigenlijk het eerste schot, hè. Onze eerste aanval, dat wil je niet zien, FIFA, bro. Counter, De Potter. Laten we De Potter afschermen. Oké, wacht, hij heeft de bal. Dat was niet de bedoeling. Frimpong, je bent snel. Daarom hebben we jou gehaald. Zag je die actie van Barco? Wat? Oké, we gaan het zwaar krijgen. Ik had die niet verwacht. We verdedigen goed. Oh, Gent. Ze doen weer hetzelfde. Dit is wat ze ook deden in die andere wedstrijden. Barco deed het. Dat is die flashback waar ik het over had. Maar dit keer gaat er... Nee. Van de voor. Het zag er Raskin. Ito. Oh, die verdediging van Gent ziet er goed uit, hoor. Bellingham.
Begon dat tussendoor. Oeh, Botaka, goed gedaan. Geen buitenspel. Beetje geluk, maar... Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. We zitten echt zwaar onder druk. Hey. Frimpong, dat had Barco denk ik... Wat proberen ze nou? Hey! Hey! Wat was... Weer de bal kwijt. Hoe nou kon hij eens die voorzet geven op... op Bongonda. Dat was mijn bedoeling, maar... Botaka, oh, ze hebben constant de bal. Wacht even. Dit is de kans. Uno, jij moet het doen. Recht op de... Dat was de kans. We hebben... Dit is de tweede schotpas. Sade... Ik ga het laten zien. Even snel. Want... Balbezit. Hoeveel balbezit hadden ze? 56. Valt op zich wel mee, maar het voelt als 99.9. Scheidrechter! Nee, dat kan je niet maken. Dat kan je echt niet maken. Dat, die stoel is hinderlijk. Dat kan je echt niet maken. Wacht even. Hebben ze meer keer geschoten? 4 keer. Wij maar 2 keer. Oh. Maar we staan voor met 1-0. Hier, oh, fouten. Laat maar. Hebben we de bal? We hebben de bal. We hebben de bal. We hebben de bal. Oké, ga maar, ga maar, ga maar. Ga maar. Ga maar. Ik weet niet. Het lukt niet, man. Mooie paas op Koems. Koems, Koems. Speelde volgens mij bij Heerenveen. Ja, je gaat er... Raske! Hij schoot met zijn linkerbeen. Dat had een doelpunt moeten zijn. Raskin, dat is slecht. Heel slecht. Want dit... 100% moet dat een doelpunt zijn. Net toen ik hem wou pasen, verloor ik de bal. Osman. 1-0. En we hebben net een hele grote kans gemist. En we gaan even kijken hoe, waarom. Wat de? Nee. Bellingham. Bellingham, laat zien. Bellingham! Bellingham! Nee, 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 nee! Nee! En dat ik denk nog steeds aan het schot van Raskin. Moeten we wisselen? Laten we even snel kijken. Want we spelen goed. Ik ga het nu niet doen. We spelen wel gewoon goed. We missen alleen onze kansen. Kleindiensten. Let op. Ze willen heel graag Barco bereiken. We hebben de bal. Wat een paas. Ik zie jou wel. Bellingen met de winnende. Bellingen met de winnende. Bellingen met de winnende. Ah. Ik geloof mijn eigen ogen niet. Wat een redding. Ik wou hem geven op Raskin. Ik wou hem geven op Raskin. Raskin liep daarachter. Waarom zou ik hem... Raskin zou scoren, want hij is links. Ah. Hé, hey, hij gaat tussen de... Oh my god, wacht even. Hij loopt gewoon door. Ik hoop dat het een foute paas is. En buitenspel. 7 minuten nog te gaan, let's go. We hebben nog zo weinig tijd. Kunnen we het kopduel... Oké, dan gaan we verdedigen. Dan weet je het. Dan moeten we gaan verdedigen. Oké.
Die slijding was... Waarom is die slijding zo raar? Hij is toch... Oh my. Maar ze hebben nog steeds de bal. En daar maak ik me eerder zorgen om. Daar maak ik me eerder zorgen om. We hebben al die schoten en kansen gemist. En ze komen eraan. Dit geven we niet uit handen. Hier hebben we Frimpong. Ja. We gaan hem winnen. Onze eerste prijs. We hebben de Krokeker binnen. Dit was een van de mooiste wedstrijden. Die ik heb gespeeld met Genk. De finale. We hadden het zwaar. We hebben kansen gemist. Ik kon mijn eigen ogen gewoon niet geloven. Maar we hebben gewonnen. En ze hadden op het einde van de wedstrijd een kans. Maar laten we het hebben over de Krokeker. We hebben onze eerste prijs binnen. De dubbel is mogelijk. Het is realistisch. Ik ga gewoon genieten, man. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. That's what it was. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. Onze eerste prijs is binnen en dit is ook meteen het einde van deze aflevering, want we zitten al midden in de playoffs. De volgende wedstrijd is tegen Club Brugge. Club Brugge hebben wij nog niet kunnen verslaan in de competitie. De volgende wedstrijd is tegen Leicester. En als we verliezen of weer gelijk spelen tegen Club Brugge... Trouwens, wacht even. Ik zag iets. Dit wil ik wel even zien. Dit niet. Bro, speler van de competitie is Unal? Nee, wacht. Prachtig om te zien dit. Maar even kijken. Speler van de competitie, Krokeker Cup. Unal. Wauw, Unal. Dat is echt netjes, man. Maar wat ik dus wil zeggen. Als wij gelijk spelen of verliezen van Club Brugge. En geen win. Gaat het heel lastig worden om kampioen te worden van België. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken. En Moutskies.